Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. De V van Victory voor het niet doorgaan van de weg door de polder. Wat gaat er gebeuren als die weg er komt? Nou, wat er gaat gebeuren, Voorschoten wordt in tweeën gesplitst. Een heel belangrijk poldergebied gaat naar de Knoppen. En een prachtig gebied waar dagelijks heel veel mensen van genieten, dat verdwijnt. Dat is verloren, dat is weg. Ik ben voor de Church Avenue. En dat is omdat de Church Avenue beter is voor Leiden. We hebben geen nadelen. Zo hebben we het uitgewerkt. We willen dat iedereen erop vooruit gaat. En bovenal, we voegen nieuwe elementen toe aan Leiden die ervoor niet waren. Dus de argumenten zijn voor. Ik ben voor de Church Avenue omdat je een hele goede, een betere oplossing krijgt voor hetzelfde bedrag. Kan wel werken in de buurt. Ik ben niet tegen een weg, maar niet door die groene polder heen. Dat is zonde. En als je er toch allemaal die miljoenen wil uitgeven, dan maar de Church Avenue doen. Wat ik niet begrijp is dat plannenmakers geen rekening houden met mensen. Die buurt is er al meer dan 50 jaar geleden, misschien wel langer, is die bewoond door mensen. En er wordt gedaan alsof die mensen er gewoon niet wonen. En alsof het ook niet belangrijk is dat ze daar wonen. En wij voelen ons als bewoners daarom gewoon bedrogen en benadeeld. Door wat er hier aan de hand is met deze besluitvorming.